Ik heb mij vandaag al 10 huizen laten zien en ik heb er nog geen één van u gekocht. Ik bedoel, als vastgoedmakelaar kan dat tellen, hè? Wat gaan we nu nog allemaal meemaken? Well, dit hier is het laatste op de lijst. Ik denk eigenlijk niet dat het voor u bestemd is. Het is nogal klein burger. Nee, maar ja, moet je eens schrijven, zeg het maar. Ik zal kijk, mijn eigen dag wel vormen, hè. Allee, laat me een keer iets zien. Allee, dank je wel. Hola, zit hier nog een oud mensje in dat huis? Krijg je daarbij of wat? Nou, is de eigenares, hè. Ze heeft een optie op een ander huis, maar wacht tot dit hier verkocht is. Wachten op Godova. Die is ook nooit gekomen, hè? Het leven moet vooruit gaan werken. Moet niet lang wachten. Had Michelangelo moeten wachten, hè, was hij in een plafond in de Sixtijnse kapel ook nooit geverfd geraakt. Dat is toch waar? Blijf zitten, man, ik blijf zitten. Want in zittende toestand was je veel beter hier in de dingen, in de harmonie van deze kleine benepen ruimte. Echt waar. Allee, rondleiding, jij zit er niet hier, kameraad. Wel, het huis is gebouwd in 1963. Het is volledig gerenoveerd geweest in 1985. Dit is de living. De living, de leefkuil, laten we zeggen. Ja, voor u is dat misschien de living. Maar voor mij kan dat iets totaal anders zijn natuurlijk. Dat kan, voor mij is dat bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte. Of een rariteitenkabinet. Nee, dat zou... Potverdorie, maar dat is interessant. Dat is interessant. Heel schoon. Hé, hey, kijk hier. God ziet mij. Hier vloekt mij niet. Godverdomme, dat is schoon. Zo die dingen, zo een waarschuwende spreuk op een simpele nachtgrond zo. Eerst gewoon, daar zit er toch in, zo, dat klein burgerlijke, die angst er ook voor het religieuze, dat big brother gevoel, hè, dat is wel. Heb je dat zelf gemaakt? Nee. Ja, maar dat is niet belangrijk, dat is de dingen, dat is de idee dat wel. En wat is dat hier? Godverdorie, moet ik kijken, dat de waanzin in de ogen hier. Die blik op oneindig, dat huiveringwekkende, dat absurde bijna. Doe mij dingen, denken aan Ensor of Salvador Dali. Dat is mijn dochter. Uw dochter? Dat is fantastisch, maar die heeft het ook zelf gemaakt, hoop ik. Ja, maar ja, dat is toch waar. Waarom kunstwerken van iemand anders in huis aan als je het zelf in huis hebt? Hier. En dat, wat is dat hier? Salontafel. Een tafel? Wat dan noemde je dat? Een tafel? Moest Jezus met zijn apostel tijdens het laatste avondmaal aan zo'n ding eens gezeten hebben, hè? Zou daar een trieste feestje geweest zijn, hè? Dat is toch waar, ja. Ik bedoel, dat is nog lang geen tafel. De basis van de tafel is er, maar de rest moet nog ingevuld worden. Allee, Ingrid. Zeg maar. Voilà! Ceci n'est pas une table. Dat noem ik pas een tafel. De leegte is volledig opgevuld. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Natuurlijk heb ik gelijk. Maar ik moet zeggen, dat huis begint mij hier meer en meer te interesseren. Echt waar. Van waar leven die mensen eigenlijk? Laat me een keer de keuken zien, hè? Kom. Et voilà, meneer de Hoed, een volledig ingevallen keuken. Ja, dat is de keuken, ja. Ruikt dat ook, hè? Zo de geur van verwerkte voedingsproducten. Zo het knagende hongergevoel. Als je binnenkomt, dan... Als je gaat verder gaan klaarmaken, wat dan begin? Dat is niet slecht. Dat is niet slecht, maar het is ook nog niet goed. Maar ja, het is misschien nog niet af. Een bijkomend voordeel van deze ingebouwde keuken is dat alle apparaten in de prijs zijn inbegrepen. De oven, de frigo... Dat is een frigo? Ja. Mooie jongens toch? Maar daar komt licht uit. We moeten dat altijd laten openstaan. En dat was er licht aan het einde van de tunnel. Dat vind ik beter als het openstaat, zeg u zelf. Mijn eten gaat kapot gaan, meneer Roet. Mama, dan kan dat helemaal interesseert mij niet. Trouwens, dat eten ziet er sowieso toch al slecht uit in die kleine ruimte. Het object is mooi. Maar wat dat erin zit... Maar jongens, dat is lelijk. Wacht een keer, wacht. Voilà. Dat trekt er toch al veel beter op, hè? En dat eten dat jij zo belangrijk vindt, dat komt nu ook veel beter tot zijn recht. En meneer Hoed, wat vindt u nu eigenlijk van het huis? Wel, ik moet zeggen, het is een huis dat geweldig veel mogelijkheden biedt. Maar... Er ontbreekt nog met de dingen, met de invulling, potentieel. Zit erin, maar het komt er nog niet uit. Pas op, het interesseert mij, daar niet van. Maar ik zou er totaal andere dingen mee doen, verstaat je? Hoe bedoelt u? Wel, ik zou bijvoorbeeld... kijk, wacht. Voilà. Kijk, dat is het. Persoonlijk, vind je het? Het is toch beter? Omdat je... Maar er ontbreekt nog iets. Wacht. Voilà, dat is perfect. Scherven brengen geluk. Zwaar, het is een perfect huis. Zie je dat? Wel, meneer Hoed, dan denk ik dat we
nu kunnen overgaan tot het tekenen van het contract. De vraagprijs bedraagt... Hé, hola. Ik kan dat niet kopen, hè. Ik kan dat niet kopen, met alles wat ik hier nu veranderd heb aan dat huis. Ik ga dat nog niet verkopen, dat is geen huis meer, hè. Dat is een concept. Dat behoort tot het, cultureel patrimonium. Ik ga dat nog niet meer verkopen. Waar zijn we mee bezig, jong?